De Riverhopper 36TR is ontwikkeld als alternatief voor de traditioneel gebouwde stalen motorjachten, die bijna zonder uitzondering waterverplaatsende schepen zijn. Het is een stoer ogend stalen schip met het model Trawler, die als halfglijder kan varen zonder een echte speedcruiser te willen zijn. Het schip is traditioneel teak ingetimmerd bij een gerenommeerd timmerbedrijf. Ook de bekleding is professioneel uitgevoerd. Door het gebruik van lichte kleuren doet het schip zeer ruim aan. Er bevinden zich 4 slaapplaatsen, 2 eenpersoons in de voorkajuit en 1 Frans bed in de achterkajuit. Het achterschip is voorzien van een ruime eethoek, keuken met een compressorkoelkast en een 3-pits gasfornuis. In het voorschip bevindt zich de badkamer met de douche en toilet. Het schip is voorzien van een boegschroef, hydraulisch stuurwerk, Webasto hete luchtverwarming en een Victron lader omvormer. Het schip wordt aangedreven door een moderne Volvo Penta D4, 210 pk Cummins Rail motor. Verder is het schip voorzien van de 4-blad schroef- en trimmogelijkheden. Een waterverplaatsend schip zal bij het bereiken van de rompsnelheid alleen nog door een enorme toename van het motorvermogen enkele kilometers per uur sneller kunnen varen. Maar meestal zakt het achterschip naar beneden. De Riverhopper kent dit nadeel niet en is daarvoor uitermate geschikt voor het varen op grote rivieren en ruime wateren. Met een voorbeeldig vaargedrag en een snelheid die ver boven de rompsnelheid ligt. Door het bijzondere ontwerp van de Riverhopper komt deze snel in plané, waardoor het comfort stijgt en het energieverbruik sterk daalt.